En de gemaskeerde carnavalist is daar, beste mensen. Het is iemand die zich weer in ons kostuum heeft gezet. Vandaag is het opnieuw, ja. Wat is het eigenlijk? Een kikker, hè? Een kikker, ja. Put. Een put, ja. Maar wie zit in het kostuum? We gaan naar de stem luisteren. Ik was gaan shoppen met ons leven vra. Het was in de winter, was nogal frika. We lepen zomer de grote stad. De winkels in verin plat. Kleep op sandalen in de natte snee. Verbaat de winkel van ons donkelpie. En riep kom binnen, ik heb nog iets voor ja. En lustert wat. Ja, opgepast, nu komt de stem van de gemaskeerde carnavalist. Pasta pura, pasta pie. Pasta pura, pasta pure in alle kie. En pasta pura, pasta pie. Pasta pura, zing het nog een kie. En pasta pura, pasta pie. Pasta pura, pasta pure in alle kie. En pasta pura, ja of niet. Pasta pura, pas het ja of niet. Ik krijg hier al prinses Mia binnen, maar dat is volgens mij niet juist. Je kan mailen naar carnavalitis@radiovictoria.be en daar kan je dan natuurlijk weer van alles mee winnen, namelijk streekbieren van Brouwerij Boon. Maar je hebt nog 3 tips, Sonja. Inderdaad, Herman. Hij kwaakt zoals hij gebekt is, liefst met zijn compaan. Hij was ooit op de Meertee te zien en het Halse dialect is heilig voor hem. Wie zit vandaag in ons kikkerpak? Dat is de grote vraag natuurlijk. De Masked Singer in de Halse versie, de gemaskeide carnavalist. Het is tijd voor de ontknoping, Herman. Ah. Voilà, het is Prins Franske. Nee. Dat is fluit, dat is een beetje 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 een Mijn vader is een Vlaming, mijn moeder spreekt Engels. Als papa zegt een boostering, dan zegt hij... Ja, 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 ja. Is alle dagen rust, het ene slaag het doen. Ah, dat was...